Wel, hallo daar. Gelukkig nieuwjaar. Welkom terug op mijn kanaal. Zoals je aan de titel kunt zien heb ik een Black Beauty Box gekregen. Ja, Nederland heeft tegenwoordig ook zulke box. Zulke box. Zo'n box. Nederlands. Maar ja, Nederland heeft ook zo'n box tegenwoordig. En ik had echt de eer om die te mogen reviewen voor jullie. Jullie te laten zien wat erin zit. En als je benieuwd bent naar de box, alle gegevens van het bedrijf die dit doet, laat ik in de beschrijvingsbox. En als we gewoon Nederlandse bedrijven hebben, laten we gewoon eerlijk zijn, we moeten ze steunen. Want ze zijn er heel weinig. So, power to us. Heel cool. So, ik ga niet te veel praten. Fijne dag en geniet van het filmpje. Doei! Wat is dat? Doei! Oké, dus dit zit er in de box. Meerdere gift vouchers. Eén die een volledige service dekt en de andere bieden korting. Heel veel full-size producten van Curls. De Curls Passion Fruit Control Paste. De Crème Brûlée Whipped Curl Cream. De Blueberry Bliss Hair Growth Oil. De Blueberry Bliss Haarvitamine. En over deze twee ga ik apart een filmpje maken. En de laatste Curls product die je erin hebt is ook de Blueberry Bliss Twist and Shout Cream. Verder heb je een shampoo kan, kam voor in de douche. En je hebt mannooiolie van het merk Double Beauty. En dat is een Nederlands merk, by the way. Heel goed. Oh ja, oké. En last but not least, een highlighter palette van Anastasia Beverly Hills. Bij deze dacht ik echt van, wow. Maar oké, nu ga ik mijn haar doen met een paar van de producten die ik jullie nu heb laten zien. Oké, mijn haar is net gewassen en uitgekamd en het heeft geen product erin. Dus als eerste ga ik de whipped cream als leave-in gebruiken. En eigenlijk is het een styler voor golvend haar. Maar mijn haar is best wel dik tussen kroes en krul in. Dus het voelt wel echt fijn in mijn haar als leave-in. Dan gebruik ik mannooiolie om mijn haar mee te sealen. Dat ruikt echt zo lekker. Het vloog wel overal tijdens het spuiten, ook op mijn gezicht. Maar verder vond ik het een hele fijne olie voor mijn haar. Daarna masseer ik een beetje van die Curls olie voor mijn hoofdhuid. Is een dunne olie, dat is heel goed voor je hoofdhuid. Het gaat geen poriën verstoppen. En dan nu komt mijn schatje, mijn baby. De Twist Out Cream. Als ik je zeg, mijn haar vond deze echt leuk. Het is lekker dik en een smeurige crème. Maar het leuke is, het is dik, maar het bleef niet op mijn haar zitten. Het trok in. Ook weer hele goede ingrediënten. I gotta say, I love it. Vandaag wilde ik dus een flat twist out doen. Als je een flat twist wilt doen, begin je eigenlijk met een normale twist. En dan voeg je elke keer wat meer haar toe. Totdat het eigenlijk een beetje vast zit aan je hoofd. En dan twist je gewoon normaal door. Ik begin dus met 2 plukjes haar om normaal te twisten. Als ik dat 2 of 3 keer heb gedaan, kijk hier zo die slow motion. Hier neem ik met mijn wijsvinger steeds een plukje haar en voeg het toe aan het deel aan de voorkant van mijn haar. En dat doe ik steeds opnieuw, tot er geen haar meer over is. En eigenlijk is het gewoon belangrijk dat je het aan maar 1 kant doet. Verder maakt het niet echt uit. En dat doe ik tot er geen haar meer over is. En daarna twist ik gewoon zoals normaal naar beneden. Ik hoop dat het goed te zien is. Het is niet perfect, maar ik hoop dat je het begrijpt. En ik wil sowieso nog een filmpje maken van hoe die twist-out goed uitkomt. Hè? Ik heb ongeveer 5 of 6 twists per kant. Dus ik heb 12 twists op mijn hoofd in totaal. En ik ga je eerlijk zeggen, dat was mijn fout. Die stukjes waren veel te klein. Ik had veel grotere stukken moeten twisten. Maar je gaat straks zien wat ik bedoel. En ik ben terug. Ik heb een beetje make-up gezet, want je weet toch, ik had zin. Mijn haar is nu gedroogd. En hier zo zag ik wat mijn fout was. Omdat ik die twist te klein had gemaakt, werd mijn haar frizzy. Vooral de punten van mijn haar werden frizzy tijdens het losmaken. Hoe voorzichtig ik het ook nog deed, hoeveel olie ik ook nog zette. En als ik mijn haar groter had getwist, dan zouden mijn punten niet frizzy worden uiteindelijk. Ze zouden kleinere krullen zijn dan de rest, maar het zou niet frizzy worden. Ik ga niet jokken, ik baalde wel, maar ik ga het gewoon opnieuw doen. Dan laat ik jullie in een komend filmpje zien hoe het is gekomen. Zoals je kan zien, mijn krullen waren wel echt poppin, maar mijn punten waren gewoon frizzy, omdat die twist te klein was. Dus samengevat, de producten, great. Ik geef een dikke 10 aan Black Beauty Box. Het is een goed gevulde box. Er zitten goede kwaliteit producten in, full size. En je krijgt kortingsbonnen. Het is van Nederlandse bodem en het is black owned, dus we gotta support. En dus als je meer info wilt hebben, dan zet ik al hun social media, alle info zet ik in de beschrijvingsbox. Vergeet niet om te supporten, vergeet niet om hen te volgen, want er gaat meer van ze komen, heb ik begrepen. Dus ik ben gewoon echt benieuwd en dan kan je ze ook volgen. Maar ja, dat was het van mijn kant. Ga niet verder van je dag of van je avond. Neem het rustig aan. Vergeet niet dit filmpje te liken als je het leuk vond. En te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Ik zie je sneller. Doei!